Dat sloeg in als een bom. Dat was heel raar, hè? Ineens was dat Beersel gedaan en dat was ja, en nu? When Geert Christiaens first decided to save Oud Beersel, I think this place very much resembled a 19th century Belgian brewery. And to a certain extent it still does. Ik kwam hier met Gert toen hij een tiener was. Kwam ik eigenlijk oude geuzen, traditionele geuzen, traditionele kriek kopen. En dat was hier altijd een belevenis, hè. The interesting thing about Oud Beersel is that they were resurrected when so many brands were not. Voor mij was een totale verrassing. Als hij mij zei, ik ga Oud Beersel kopen. En het was een complete verrassing. Gert, without Beersel, makes modern beers that are rooted in the lambic tradition. Nu is het een heel mooi verhaal, hè? Ik denk dat Gert toch wel heel veel gedaan heeft om hier alles terug op te bouwen en een mooie combinatie te brengen tussen het authentieke, het oude, maar ook de moderne technieken en de moderne marketing. What you'll often hear from people at Oud Beersel and from other lambic brewers is that they still want to make sure that this beer is available to local people. That the people in the neighborhood, that the people in the Piotland and the Zenne Valley can still drink lambic and can still drink goose.